Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Het is zover, de uitslag bekendgemaakt van de headset giveaway die ik hier heb liggen. De Vibration 8.1, 7.1 bedoel ik, Vibration 7.1 headset van Trust. Ik heb er lang over nagedacht. En ik heb ook even zitten te bekijken, samen met Lars, even over Skype, even wat is nou de beste oplossing. Ik moest tussen twee mensen denken en daarvan is het één geworden. Ja, waarom is dat nou diegene geworden? En sowieso wil ik natuurlijk iedereen bedanken die geabonneerd is, want we hadden binnen no time 50 abonnees erbij. Geeft voor ons een goed gevoel. Ik weet heus wel dat het komt door de giveaway, maar je krijgt over het algemeen nu wel wat meer likes op bijvoorbeeld normale gamevideo's, et cetera, et cetera. Dus in ieder geval, daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken. Het tweede punt is, ik heb jullie ook al verteld dat ik hier natuurlijk deze niet nodig heb, et cetera. Dus, maar maakt ook niet zoveel uit dat ik hem nu kwijtraak. Ik wou hem geven aan iemand die er echt, die hem nodig heeft. Dus niet die hem eigenlijk niet nodig heeft omdat hij al een headset heeft, maar gewoon bijvoorbeeld een betere wil. Zulke soort reacties had ik er ook tussen. Of gewoon puur omdat je niet werkt, omdat je geen geld hebt. Dat is wat anders. Maar als je nou genoodzaakt bent om een andere headset, weet ik veel, omdat die helemaal kapot is en daarvoor moet je je YouTube kanaal opgeven, dan vind ik dat zonde. Misschien voelt hij degene die deze heeft gewonnen het nu al een beetje aankomen. Maar de reactie komt hier niet in beeld. Gefeliciteerd MMO Planet met het behalen van deze nieuwe headset. Ik heb even je kanaal gezien en ik zag je video hier beneden. Komt ook wel in het infobalkje. Die is daar ergens volgens mij. Of daar, een van beide, die of die. Daar ergens. En ik vind dat je maakt goede content. Ik heb het bekeken. Je maakt goede content. En ik vind het zonde als jij voor zo'n probleem je YouTube kanaal dramatisch moet veranderen. Ook wat je in jouw reacties zet. Dat je YouTube comment, dat je eigenlijk gewoon alles dramatisch moet veranderen. Omdat een microfoon iets niet goed werkt. Je hebt al redelijk veel mensen die fan van je zijn. En dan moet je je kanaal veranderen omdat je niet meer YouTube video's kan maken. Dat lijkt mij ontzettend kut. Je doet nu je best, je maakt compilaties. Maar ik zie ook wel dat die minder goed ontvangen worden dan als je echt praat. Daarom geef ik jou ook deze headset. Gewoon puur omdat ik het niet vind kunnen dat jij je YouTube video's niet kan maken zonder goed geluid. Dus vandaar alsjeblieft. Gefeliciteerd. Hoe neem ik contact met je op? Ik wou het even via de YouTube berichtenbox doen. Ik stuur je straks een mailtje. Daar vraag ik gewoon je om je adresgegevens. Ik stuur jou een mailtje. Je hoeft mij niet een mailtje sturen. En dan komt hij zo snel mogelijk naar je op. Dan probeer ik hem zo snel mogelijk te versturen. Zodat jij zo gauw mogelijk weer jouw YouTube filmpjes kan maken. Want echt waar, ik gun het je van harte. Ik gun het iedereen van harte als je überhaupt een goede comment achter hebt gelaten. Ik hoop nu niet dat iedereen gaat ontsuppen. Ik kan het je moeilijk gaan verbieden. Het zou wel jammer zijn. En ik hoop natuurlijk dat iedereen gewoon nog steeds blijft kijken naar onze video's. Want daar krijgen Lars en ik beide echt veel. Ja, wij worden daar beide echt gemotiveerd van om volgende video's. En wie weet, misschien bij de 500 abonnees komt de volgende giveaway wel. Want luister, en ik vind het leuk om aan kijkers iets te geven, om zo te zeggen. Want dat geeft ons gewoon een goed gevoel. Weet je wel, jullie kijken onze video's, wij geven jullie daar iets voor terug. Nou ja, officieel geven wij jullie video's die jullie kunnen kijken. Maar wij vinden het support en wij ook leuk, dus dan krijgen jullie wat voor terug. Maar in ieder geval, mensen, ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken. Nogmaals. Gefeliciteerd MMO Planet. Ik hoop dat je hem goed gaat gebruiken. Ik denk ook wel dat je hem goed gaat gebruiken. Hij zit heel leuk, vind ik. Hij geeft goed geluid. Ik hoop dat jij een goed doorlopend YouTube kanaal krijgt. En ik hoop voor je ook dat je die 1000 abonnees krijgt. Nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Later.